Say it on the track. It's not something that can be explained. It's more so a force. It's the beginning and the end. It is abstract. I am the Leviathan. This starts with a violent end. It's Clash of the Titans, then the sky collapse and I relax. The abstract, nah, motherfucker, when I silence them. I'm soon to back, I'm soon to snap and view you rap humans as stupid bastards. Actually useless cats and moving past you soon, you'll be doomed to act. I learned the truth is false, so burn the few that learned it too, then walk home. Sympathy. For the race of men, I have none. Other niggas ain't shit to me. Bits and pieces, shit and it's sick to breeze. What's left of the rappers who are pissed to me? Never been a paraplegic amputee, defeated, so I guess all that's left is victory. Damn right. Bring heat in the 6 degrees. Dare any other nigga try and bitch at me. I walked in, white shirt, black face, no heart, and I left that bitch with a crimson tee. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good, you get blown away. So sweet dreams, your heart extend. That beautiful death that was caused by war. And this intro is just abstract. I'm coming with that Sephiroth blade. It's a weapon on days you ain't stepping. Yo mensen, what up? Lars hier, oftewel Hyperlars, en vandaag een nieuw commentary in gameplay. En het is vandaag op de map Overflow. En ik hoop dat jullie net hebben genoten van dat enorm sick, snelle nuclear. Het was iets van een 80 seconden nuclear. Dat is een van mijn allersnelste. En ik weet niet precies hoe lang, maar ik zie net dat het een hele snelle is. Ik weet niet precies, ik zal nog even nakijken hoe snel het was. En zal ik dat wel in de fucking titel zetten, want het was een hele snelle. Maar ja, wat ik wel over deze gameplay weet is dat het een veel kills non-lethal is. Een 65 gunstreak. En daarna nog een 70 seconden 29 gunstreak op het einde. Ik ging hier voor de quad nuclear. Het was vorig weekend gehaald. En ja, ik probeerde hier voor de quad nuclear te gaan. Dus ik had een snelle nuclear. En toen uiteindelijk ging ik voor een hoge gunstreak. En ik dacht van, nou, dat hou ik toch niet. Want dan moet je 2 nucleers in een ronde eigenlijk al hebben. En dan een kleine streak voor de volgende. Dus ik ging voor een hoge gunstreak. En ja, had ik een 65 en daarna nog een 29. Dus ja, je kan zeggen dat het een heel erg triple nuclear verhaal is. En ik denk dat dat ook is. Dus als jullie deze dan, ja, ik ging terugkijken en toen ging ik even vertellen hoeveel kills het waren. En dan waren het er 29 en toen moest ik herladen. En toen kwam er net nog eentje die me, ja, one burst met een Shikom. Dus dat is best wel jammer dat ik dat niet heb gehaald. De triple nuclear of, nou ja, whatever, een 60 kunststreek plus een 30 kunststreek. Dat kan je, nou ja, net zoals een triple nuclear beschouwen. Maar ja, goede gameplay dus. 3 killchains zelfs. En ja, dat is ook best wel sick gewoon. Ik ging hier fucking hem. Ik weet niet eens hoeveel kills van Little. Iets van 120, 130 of zo. Hele goede gameplay dus. En ja, het valde hier ook nog een beetje omdat de enemies niet C-capten. Ze moesten hem zelf cappen en zo. En dat, nou ja, dat kostte weer allemaal tijd. En het zorgde er allemaal voor dat we niet het meeste aantal kills konden krijgen dat we eigenlijk zouden kunnen krijgen. Maar ja, whatever, maakt niet uit. Ik wil het vandaag met jullie hebben over GTA 5. Ik weet dat heel veel mensen van jullie GTA 5 gaan halen. En het is nog 2 dagen. Het is maandag. Morgen is maandag. En maandagnacht kan je hem eigenlijk al halen. Een nachtrelease. Ik weet niet of ik hem dan in de nacht ga halen. Ik denk het niet. Anders gewoon de volgende ochtend. En iedereen gaat hem natuurlijk halen. Dus het is het allerduurste spel dat ooit is gemaakt. Iets van 200 miljoen of zo. En GTA 5 is duurder dan de Avengers film. Dat is met al die superhelden, dat kennen jullie vast wel. Maar ja, hij is dus duurder dan die film. En nou ja, als je daar ziet hoeveel epic shit daarin voorkomt, kan ik me echt wel voorstellen hoe GTA dan moet zijn. Dus een paar vrienden van mij die hebben al GTA 5. Bertram is hem nu aan het ophalen. En ik wacht gewoon tot dinsdagochtend en dan ga ik hem ook gewoon spelen. Ze doen er een beetje raar over of wat je nou kan uploaden en zo. Want ik zou hem heel graag willen uploaden. De walkthrough daarvan, zeg maar. Maar ik weet niet of dat nou mag. Dus ik ga wachten totdat ik precies weet wat en niet ik mag uploaden. Nou ja, online mag sowieso, maar dat komt pas in oktober uit. De eerste week van oktober of zo. Dat gaan we dan sowieso uploaden en zo. En dan gaan we gewoon van die moments met heel iPro of Fatal,
hoe je het ook wil noemen, gaan we dan gewoon opnemen. En dat ga ik dan ook uploaden. Dus gewoon grappig en zo. Gaan we leuke dingen doen. Net zoals KYR Speedy doet. En ik denk dat dat gewoon een beetje, ja, gewoon een variatie in mijn channel houdt en zo. Niet alleen maar COD. Want ja, COD ben ik natuurlijk heel goed in. En dat vind ik heel erg leuk om te spelen. Alleen, ja, een beetje variatie erin is natuurlijk ook wel leuk. Gewoon 1 of 2 keer in de week. Dus ja, ik denk dat dat wel gewoon goed is voor mijn kanaal zelf. En ik denk dat jullie dat ook heel erg leuk gaan vinden. Laat zeker even in de comments weten of jij GTA 5 gaat halen. Van wat ik tot nu toe heb gezien bij GTA 5, de trailers en zo, wordt het zo'n epic spel. En ik heb er gewoon nu al zoveel zin in. En ik ben echt jaloers op de mensen die hem nu al hebben. Ik zou het heel jammer vinden als GTA zou zeggen dat je niet de playthrough kan uploaden. Ik weet niet of ik dat überhaupt zou doen, maar het is gewoon jammer voor de mensen die dat dan wel zouden willen doen. Dus laat ook even weten in de comment section of jullie echt dat graag willen zien. Een hele playthrough van de singleplayer van GTA 5. Kan ik natuurlijk wel gewoon gaan doen, want ik ga het spel gewoon helemaal kapot spelen. Dus laat het gewoon even weten in de comment section en dan zal ik kijken wat ik kan doen. Dus ik hoop dat jullie van deze commentary en gameplay hebben genoten. Ik ga GTA 5 halen en spelen en ik ga hem no-liven. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Maar ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Adios amigos.